Zit in de Achterberg in de 9e Cityrun. En als we naar die Koppelkamp kijken, hij was vorig jaar de grote winnaar in een tijd van 9,56. En hij gaat een parcoursrecord lopen. Hij gaat, nee, geen parcoursrecord, maar wel een PR voor zichzelf op deze baan. Hij loopt 9,50. Dat is de tweede tijd opgelopen door een jongen op de 3 kilometer hier. De man uit de Hoge Heksel. Zijn broer won net de 1500 meter. De Marty te Kaarten onderdag weten. Maar dan mag je zeggen, Danny Kopperman, wat ben jij in vorm, hè? 10 minuten, er moet de klokken staan. Jij hebt de concurrentie, je hebt je een flinke poepie laten ruiken. Dat mag duidelijk zijn. En dan blijven we even, ik blijf even bij de wedstrijd, weet je wel. Oh ja, niet op mak lopen, maar is een ding. Niet op de, oh ja, dat mag nu nog wel, met de shipping. Ja, daar ligt erin, 13,42. Is goed. Ah, wat heb je er ook aan? Met glasvezel de toekomst in. Maar... glasvezel kan mooi zijn, maar ik heb liever een goede gezondheidszorg, toch? Hè? Je ziet bijna nooit iemand lopen een shirt met gezondheidszorg. Wat heeft die Koppelman hier een geweldige prestatie neergezet, hoor. Als je kijkt dat hij 8 seconden boven de parcoursrecord zit van Wouter Jansen. Hij loopt er 6 seconden van zijn eigen tijd af. Dat loopt het wel vorig jaar. Hij was in Harderberg, liep hij al een geweldige mooie 3 kilometer. Nou ja, dan zie je natuurlijk dat dit de man is waar we nog veel plezier van kunnen hebben. Als we kijken naar de man die op een tweede plaats gaat finishen met ja, dan zien we natuurlijk... de man met 917. Amen, best wel. Hij komt van AV Gouda. En dat gaat hij doen in 11 minuten 20. Ik weet niet of hij toevallig meegekomen is met Kanfaoui. Maar dat zijn ook de mannen uit Gouda. Ja. Dat is mooi als we hier dus kijken met... goed gedaan, hè, deze klep. Ja, 13 jaar en dan met die 11 minuten mooi binnenkomen. 13 jaar, hij is de snelste man uit Gouda hier in Overijssel. Dat is het wel mooi, hè. Als we hier zien dat die mannen natuurlijk een behoorlijke voorsprong hebben opgebouwd. Gaan we ook kijken natuurlijk hier naar finishes. Nou, moeten we even kijken. Als we kijken met 914 en 912, 911 op Kolk, 1207 Ellen. En 1207 Sanne Averes naar 1211. En als we kijken 915, en dat is goed. Als we kijken naar Van der Kolk, 1 van Tion is onze naam. En Sanne, vorige week nog tweede in dat schitterende Land van Hooi in Zevenaar. En nu weer, hoor. En Sanne Averes, vorig jaar tweede. En nu op een schitterende, weer een zilveren plak. Hij ziet er goed uit. Nee, ga even praten daar, jongens. We gaan het even zien. Ga even met je moeder praten. 12 minuten en 40 seconden. U ziet, het wordt een gekke boel. Mannen, meiden, jullie hebben een geweldige prestatie geleverd al. Want hier komt Niels Havergaard en Amdelde binnen in 12.52. Want wij gaan denk ik boven de 800 deelnemers uitkomen in totaal. En dat is een wereldrecord voor de Terstegen Rijnse Bergloop. En dat is natuurlijk goed. We zitten op 160, maar we kunnen nog een 5 kilometer natuurlijk straks om 7:15. Dat is net zo'n beetje 75 minuten voor de stad in Brazilië. En dan gaan we kijken. Naar Stefan Leuzing. Hij wou de Jansen zijn, maar dat lukt hem nog op. 13 minuten en 34 seconden, Stefan. Stefan Leuzing binnen in die mooie tijd. Nou, je ziet het, de verschillen op de 3 kilometer zijn aanmerkelijk hier vandaag. Maar wel hele goede prestaties. Het tempo ligt hoog, goede atleten. Met nummer 918 is Norwin Bruinsma. Oké, Norwin. Nou, die derde positie binnen meiden. En hij komt binnen. Tim Swabedissen. En Tim Swabedissen na 14 minuten en 1 seconde. Heel goed, Tim, hoor. Tim Swabedissen binnen. En dan krijgen we ook de volgende atleet met 907. Ik Dirk-Jan van Brussel uitreizen. Goed gedaan, Dirk-Jan, hoor. 14 minuten en 15 seconden. Dan mag je zeggen,
kunnen we nog onder die 14.30 komen. Dat lukt. We kwamen hier nog onder de 14.30. Altijd mooi toch, een 14.20er. Met nummer 919 is het Esther Borghuis in 14.29. 14.29 Esther Borghuis. En met nummer 906 Laura Ruijs, AV en Rijssen. In dat schitterende Olympische shirt naar een tijd van 14 minuten en 37 seconden. Dan krijgen we nog een mooie finish in die laatste fase van die 3000 meter. Liever 3 kilometer wegwedstrijd. Rijssenbergel Terstegen, 26e keer. En met nummer 903 Joelle Kleinhooi. Heel goed, Joelle, onder de 15 minuten. Met nummer 908 Esther Borg Rijssen, 14.58, onder de 5 minuten. Sneller dan 5 minuten kilometer. En het is misschien best wel een beetje drukker, toch? Het is ideaal weer. We hebben een vochtigheidsgraad van boven de 60% als de man binnenkomt. Met... En dat is Sander Munsing. Bedankt, Sander. De man komt uit Markelo. En dan heb je altijd die mooie bovenbergcross. 15 minuten en 20 seconden. Houden we de binnenbaan nog even vrij. Want we hebben nog enkele atleten van de 3 kilometer die binnen gaan komen. En naar groene Anouk Lindenhoff. Ah, mooi Anouk, hè? Ja, moet je... Precies. Hou maar goed in de gaten, dat meisje uit Drenthe. Maar dat is een toppetje, hoor. Ja, loopt goed, Anoukje Lindenhoff. En is Erik er ook? Vast en zeker. Is hij er? Is hij er? Mooi, hè? Ben je in vorm? Ben je in vorm? Ja, ja. Moet je Brigitte even in de gaten. Dat is wel vaak gewonnen, hè? Ja, ja, ja. Brigitte, die landen even. Brigitte, wanneer was het toen je nou meer de triathlon won? Was dat in de vorige eeuw? 1980? Hé? In 1991 de hele triathlon in Almere. Ja, snelste vrouw daar op aan de Nederlandse bodem. Nummer 99 en 910 is het Lieke Gerritsen en Birgit in Harmsen in de tijd van 1621. Ah, dankjewel jongen. Je bent een grote man. 922 Ruben Steenbergen. Nu nog in Rijssen. En straks misschien wel bij Van Gaal bij Manchester United, toch? 921 Daniel van Voorhuizen. Morgen, vanavond is er van. Oh, maar het is nu klaar, hè? Kun je maken, hè? Van Gaal, we gaan een paar nummertjes hutselen. Zijn ze binnen? Was u de fietser? Oh, nee, je staat er niks te doen, even, hè? Ja, nee, dat kan. Nee, er is nog geen fietser binnen, hè? Moet nog een fietser binnenkomen, dus dan gaan we ook kijken. Als we 10 kilometer gaan lopen, hier zo, dan moet het natuurlijk wel een succesvolle avond worden met zoveel toppers aan de start. Hè. Hij is een tijdje weg geweest, de 10 kilometer. We gaan lopen naar de 800 deelnemers in totaal. Nou ja, kortom, we gaan het zo dadelijk allemaal bekijken. Dat is wel mooi, hè? Met 179 atleten die kunnen zich volgelijk vermelden. Gaan nog even met ons allen. Gaan we haar een mooi applaus geven. Zij is degene die op de 3 kilometer alle tegenstanders voor zich heeft gelaten. En dat is natuurlijk ook altijd charmant. Maar we gaan wel kijken of zij hier natuurlijk een hele mooie tijd neer kan zetten voor haarzelf. Dat zal net boven de 8 minuten. Wat je niet opgeeft, kun je niet verliezen. En dat is een mooie prestatie van deze jonge atleten. Het is Kennedy de Moor uit Rijssen. Ah, Kennedy, bedankt. Meisje, jongen. Meisje moet ik zeggen, jongen. 8 minuten en 12 seconden. Ze zijn binnen. Alle 7.
Jongelui, jullie hebben drie kwartier de tijd om binnen te komen. Hè? Maar dan gaan we weg van de 15 meter. Hè? Ah, oh, dat is een mooie plek. 179, welkom in de Rijzenberg. We hebben meneer Bakker, die gaat jullie wegschieten. Hij is voorzitter van de WOC, hè? Organisatie. Hè? Atletiek en Anthony, alle twee zitten erbij. De 10 kilometer is een tijdje weg geweest. We hadden 2006, toen was nu de strik en daar heb je geen last meer van, want die is gestopt met hardlopen. Dat was de laatste winnaar hier op de 10 kilometer in 33 minuten en 20 seconden. Maar het parcoursrecord staat op 31 minuten en 15 seconden. 31-15 door de Belg Chris Moerenhout. Nou, en we hebben natuurlijk vandaag Belgen aan de start hoor. Want hier, goeiedag jongen. Davy is mooi. Dat was een Belg die won in de Dauphiné, dacht ik vandaag. Een Belg, dus let op. Hoe is, jongens, dat moet ik even vragen. Dat is inherent ook aan de sport. Deze man, die dacht vorig jaar te winnen, toen kwam hij de baan op en toen ging hij erbij liggen. Dan kan ik er een grapje over maken, maar dat was natuurlijk best wel stikken, dat mag duidelijk zijn. Maar Davy is die weer helemaal Jan Ongelooflijk vanaf 2007 gewonnen, 8, 9, 10, 11, 12. En vorig jaar, en toen ging het 300 meter voor het. Maar hij is weer helemaal terug. We hebben de mannen Aziz, we hebben Harry Pink. En dat is wel mooi. Hier natuurlijk ook erbij staan. Parcoursrecord. 31-15 is Moerenhout. Bij de vrouwen. Hij is de sister. Ze is er. Maar dan zie ik het niet staan. Waar is Brigitte Landewee, jongens? Brigitte, want die staat daar in het groen.